of de afgelopen week nog spannend is geweest. Nou, die is in ieder geval wel spannend geweest, maar die hadden me eigenlijk gestolen kunnen worden. Erik Meijers is de nieuwe trainer van Helmond Sport. Na een spannende week voor de ex-trainer van Achilles 29 is hij alsnog tot een akkoord gekomen met zijn oude voetbalploeg en kon hij maandagmiddag zijn eerste training geven op het veld van HVV in Helmond. Ja, ik heb natuurlijk geen makkelijke onderhandelingen gehad. Maar goed, aan de ene kant siert mij dat wel, want je oude club wil je gewoon na 10 jaar toch nog behouden. Aan de andere kant vind ik dat Helmond Sport juist op het goede moment komt voor mij. Ik heb alles gewonnen wat er te winnen valt in amateurvoetbal. Dat kan natuurlijk ook niet iedere trainer zeggen. En dat is in ieder geval een behoorlijke bagage wat ik in mijn rugzak heb zitten. En ik probeer in ieder geval mijn talenten als trainer te etaleren bij Helmond Sport. Uw vorige club heeft wel respect voor deze beslissing. De meeste leden wel van de club, gelukkig. En ik heb heel veel goede reacties gehad vanuit de supporters. En dat doet mij heel veel goed. Helaas is het met een paar mensen wat minder gelopen. En dat is misschien inherent aan de voetballerij. Aan de andere kant zijn we gewoon heel blij dat wij met Helmond Sport eruit zijn gekomen. En dat ik hier vandaag op het trainingsveld sta. Meijers is van mening dat Helmond Sport een frisse start maakt. Met een nieuwe samenstelling van bestuur, nieuwe spelers en een nieuwe trainer. Helmond Sport is niet zomaar een club in de Jupiler League. Het speelt al de laatste 10 jaar 8 jaar play-offs. Nou, voor mij een schone taak weggelegd om in ieder geval te verzorgen dat we dat ook gaan halen. En wie weet zit er nog wel meer in het vat.